Je bent begonnen bij Willem II, maar je hebt nooit echt de kans gekregen, een paar wedstrijden gespeeld. Hoe was je tijd daar? En hoe ben je nooit daaraan echt aan de bak gekomen? Nou, ik ben Willem II heel erg dankbaar, want ik heb vanaf mijn 9e tot 21e daar gevoetbald. Wat eigenlijk voor Willem II heel goed was, het behalen van Champions League en de UEFA Cup voetbal. Eerst was de UEFA Cup voetbal, daarna Champions League. Dat was eigenlijk voor mij minder goed. Omdat toen ik 17, 18 jaar was, stond Ko Adriaans stond langs de lijn bij de A-jeugd. En ik moest een hoekschop nemen. Hij zei, Marcel, ik wil je volgend jaar bij de selectie hebben. Dus ik was helemaal trots. En ik dacht, nou, leuk, weet je wel. Alleen toen haalden ze UEFA Cup voetbal. En toen werd ik eigenlijk niet echt doorgeschoven naar de selectie, maar er kwamen ook nog spelers van buitenaf. En ze presteerden gewoon heel goed. En dus vaak werden er maar 14, 15 spelers gebruikt. En toen haalden ze dat jaar op nog een Champions League voetbal. En toen kwam ik eigenlijk helemaal niet meer in de plannen voor van Coadriaanse, terwijl ik wel af en toe meetrainde. En toen kreeg ik ook nog een ziekte van Pfeiffer. Ik weet niet of je dat kent, ja. De kusziekte, zeggen ze wel. Ja. Ik had als ik zo terugdenk, volgens mij met een Frans meisje gezoend op vakantie. En daar kreeg ik dus de ziekte van Pfeiffer. Daar ben ik vijf maanden uitgeschakeld geweest. En daarna heb ik wel een stroeve start weer gekend. Doordat tegenvallen dat ik weinig bij het eerste zat. En toen heb ik ook een periode slecht gepresteerd. Bijna zelfs gestopt. Dat ik dacht van, ik stop me. Bijvoorbeeld, was er wel een jaar later met Hans Westerhof als trainer. En daar kwam ik eigenlijk ook niet in de plannen voor. Ik bleef bij invalbeurtjes. Toen kwam Mark Wotte. En die zei heel eerlijk van, Marcel, je komt bij het eerste. Ja, je mag wel meetrainen, maar ik zie niet echt in jou een speler die op het middenveld gaat spelen als vaste basisspeler. Je mag verhuurd worden. En toen kwam VVV Venlo. En dat is eigenlijk een beetje mijn redding geweest. Want daar trainde ik op donderdag voor het eerst mee. En op vrijdag stond ik gelijk in de basis. En ik heb vanaf toen alles gespeeld, eigenlijk alle wedstrijden bij VVV. Binnen een paar maanden zelfs aanvoerder geworden en daar mijn groei kunnen maken eigenlijk. Ja, en had je natuurlijk andere mogelijkheden? Nee, eigenlijk niet op dat moment. En ik zeg wel, het moment tussen met prof wel door te gaan of te stoppen zat bij mij echt heel dicht bij elkaar. En ik overwoog echt om te gaan studeren. Ik studeerde eigenlijk nog de marketing management. In Eindhoven en ik had mijn P net gehaald en ik zat te twijfelen, zal ik doorgaan om heel mijn opleiding te gaan halen of toch nog alles op voetbal te gooien. En toen kwam VVV Venlo, Wim Dusseldorp, trainer van VVV, die kende mij vanuit de jeugd, al die wedstrijden en die durfde het aan om het met mij te proberen, zeg maar. Ja, en zeg maar wel, van de seizoen is best wel goed verlopen, ook aanvoer uiteindelijk geworden. Ja. Maar toen speelde je in de eerste divisie, zeg maar. Ja. Hoe was dat seizoen verder? Nou, het was wel grappig, want ik dacht, VVV kwam en ik zei gelijk ja. Ik denk, ik moet hier weg met Willem II, ik wil minuten gaan maken, dan maar een niveautje lager. En ik had er niet eens, ik wist niet eens waar VVV stond. En ik ging op teletext kijken en ze stonden onderaan in de eerste divisie. Nou, heb ik weer. Maar uiteindelijk zijn we geklommen naar de 12e plek dat seizoen. En een hele leuke groep, met heel veel Nederlanders en Belgen. Hechte groep, vrijdagavond voetballen, vrijdagavond na de wedstrijd de kroeg in. Met een man of 10. En die jongens hadden wel een band met elkaar. En dat zag je terug op het veld. En het jaar erop, volgens mij werden we 7 of zo. Het zat elk jaar een verbetering in. Dus dat is echt voor mij heel goed geweest. Ja. Was het eigenlijk het doel van VVV om te promoveren toen al? Of? Toen nog niet, want ze stonden onderaan. En uiteindelijk zagen ze wel dat er progressie in zat. En er werden ook andere spelers gehaald van bij eredivisie clubs die ook niet aan het spelen toe kwamen. Bas Jacobs van Rode SC geloof ik nog. De Belgen Kevin Bejois en Ken Leemans. Dat zegt jullie misschien niks, maar dat waren van toen. Maar dat gewoon bleken goede spelers te zijn bij VVV. Johnny van Loenhout. We hadden echt een leuk team. En toen we op een gegeven moment het jaar erop 7e werden, toen zijn ze de plannen wel gaan bijstellen. En wilden ze het jaar erop graag in ieder geval na competitie spelen en misschien wel promoveren. Dat is uiteindelijk niet gelukt, toen ben je naar Roda gegaan. Ja. Hoe is die transfer toen gekomen? Roda die wilde me heel graag hebben. En dat we op een gegeven moment merkte dat al een beetje halverwege het seizoen. En dan hoor je dat. En mijn zakennemer zegt, nou, er zijn wat clubs die interesse hebben, waaronder Roda JC. En Roda was op dat moment gewoon een subtopper in de Eredivisie, dus best wel een grote stap vooruit. Maar ik had daar wel een fijn gevoel bij, omdat ik
ik voetbal dan in Limburg. Limburgers zijn toch iets anders als Brabanders. Maar ik zag Rode JC wel als een enorme vooruitgang. En zeker onder Huub Stevens, die trainer, die benaderde mij op een gegeven moment ook van ik wil je er graag bij hebben. En Huub Stevens was vroeger in de jeugd bij PSV, was hij hoofd jeugdopleiding. En toen heb ik ook een paar trainingen bij PSV gedaan. Die had mij toen ook al uitgenodigd voor de jeugd. En op een of andere manier vond ik dan altijd wel een sympathieke man. En na dat gesprek met hem was ik ook overtuigd om naar Roda te gaan. Hij overtuigde mij eigenlijk. En zoals je net zei, Roda JC was natuurlijk subtopper. Toen je 60 geëindigd. Ja. Hoe was dan die overstap van VVV? Ja, best wel een grote. Vooral de trainingsintensiteit. Al denk ik dat met Huub Stevens, dat iedereen daar wel moeite mee heeft, denk ik alleen. Ik wende er al gauw aan. Uiteindelijk bleek ook wel, het was eigenlijk in de eerste divisie ook al en vroeger in de jeugd, dat het conditionele aspect, zeg maar, dat ik had een hele goede conditie. En dus de training kon eigenlijk niet hard genoeg zijn. Ook bij de looptest, bij alle testen, zeg maar, zat ik altijd bij de top 3. En dat was ook wel een beetje mijn kracht. Ik moest het hebben van mijn passie, mijn uithoudingsvermogen, de wil om te winnen, zeg maar. En als ik dat had, dan was ik wel een redelijk goede voetballer. Maar als dat er niet was, dan was ik maar matige voetballer. Ja. Ja. En het seizoen daarna waren jullie de 9e geworden als een tegenvaller? Het seizoen daarna? Ja, misschien wel. Alleen dat had ook wel een beetje mee te maken dat er op een gegeven moment wat irritaties kwamen tussen de spelersgroep en de trainer. En dat zie je altijd terug op het veld. En want het seizoen daarna presteerden we nog slechter. Ja. Gingen we zelfs hebben we na competitie gespeeld. Op een gegeven moment, ja, wat het tweede seizoen dat jij zei, wat de 9e eindigde, hebben we zelfs in het begin volgens mij 3e, 4e gestaan. En op een gegeven moment, wat ik zei, komen er irritaties en dan zakt het niveau. Als een groep zeg maar, heel veel voor de trainer over heeft, door voor de trainer van het vuur wil gaan, dan bereik je de beste prestaties. De spelers waren op een gegeven moment een beetje beu en dan kan de trainer nog wel heel erg willen, maar dan krijg je die spelers tegen zich en ook de prestaties eigenlijk. Ja, dus toen met Rode ging het eigenlijk zeg maar bergafwaarts. Ja. Hoe ging het toen met jou? Eigenlijk ook wel een beetje. Ik presteerde ook met vlagen goed, maar ook wel eens slecht. En alleen, je moet ook wel aan jezelf denken. Je moet denken, als deze trainer blijft, ja, dat komt mij niet te goede. En FC Groningen had zich toen gemeld om mij over te nemen. Ik kon daar 4 jaar tekenen, 4 jaar. Ik had al een gesprek met FC Groningen gehad, in Duitsland. Dat weet je een beetje hoe de voetballerij werkt, dat hoort eigenlijk allemaal niet, dat mag niet, maar dat gebeurt wel. Er wordt allemaal in het geheim afgesproken. Dus ik was al eigenlijk mondeling akkoord met Groningen voor 4 jaar. Alleen zij zeiden, wij komen er wel uit met Roda. En dat gebeurde dus niet. Roda vroeg een absurd bedrag, 5 miljoen euro voor een middenvelder die bij een subtopper speelde. Ja, dat is al absurd. En daar baalde ik enorm van. En dan is het heel moeilijk om weer je gedachten te verzetten en er volledig voor Roda te gaan. Zeker omdat de trainer er ook nog was. Toen heb ik een paar maanden slecht gespeeld. Toen heb ik de knop omgezet en dacht van, ja, dan wil je wegkomen. Maar zul je toch ook voor jezelf goed moeten presteren. En het is voor jezelf ook gewoon beter als je goed presteert. Ja. En dat ging toen weer. En in die periode kwam Borussia Mönchengladbach kijken. Heb ik echt een paar maanden een hele goede periode gekend. Oranje B, geselecteerd voor Oranje B zelfs. Met Johan Neeskens en Dennis Bergkamp als trainers. Een paar in het land gespeeld. En daar zat Gladbach op de tribune. En die waren zo overtuigd. Die zeiden van, nou, we willen jou kopen. En toen hebben ze het laatste jaar hebben ze afgekocht bij Roda. En als je terugkijkt, wat was dan het mooiste jaar bij Roda? Persoonlijk, zeg maar? De eerste anderhalf jaar. Toen de 6e plek en ook volgens mij het eerste half jaar stonden we ook een beetje, of het tweede half jaar stonden we ook een beetje rond die koers. Dus de eerste anderhalf jaar bij Roda heb ik echt enorm naar mijn zin gehad. En daar heb ik ook een goede groei doorgemaakt als voetballer. Want de trainer waar ik over spreek is eigenlijk Atteveld. En Atteveld is mijn beste trainer en slechtste trainer in 1. Beste trainer qua tactiek, die heeft me echt beter gemaakt. Maar eromheen, de randzaak eromheen, dat zo'n trainer heb ik ook nog niet meegemaakt. Zeg maar. Nee. Heb je nog andere verhalen toevallig buiten het veld waar je nog eens bijgebleven bij Roda in die tijd? Nou ja, we hebben heel veel dingen meegemaakt bij Roda. Voetbalhumor hoort er wel een beetje bij. Dus we hebben heel veel
We hadden heel veel Pamuduka, misschien zegt jullie nog iets. Die grote donkere kerel achterin bij ons. Echt een, die fratje op het veld. Maar ik kon het daar heel goed mee vinden. En we hadden dan L1 TV in Limburg, een sportprogramma. En dat was Latje Trap. En Maurice Graaf presenteerde dat. En ik had met Pamuduka afgesproken. Die daagde mij uit, geloof ik, op tv. Van nou, de volgende die hier Latje Trap gaat doen is Marcel Meeuwis. En als ik er dan 3 zou raken, dan mocht ik een weddenschap voor hem verzinnen. En dus ik was aan de gang naar of ik ging de penalty trappen. En ik had er 2 geraakt van de 4, zeg maar. Dus ik had er 1 kans over. En toen miste ik eigenlijk, alleen het werd niet live opgenomen. Dus had ik met Maurice Graaf afgesproken, laat me nog eentje trappen. En dus leek het net of ik had in 6-7 ballen had ik er 3 op de lat geschoten. Maar we hadden het zo gemonteerd dat ik een opdracht mocht voor Pamuduka mocht verzinnen. Dat weet hij nog steeds niet hoor. En wat was de opdracht? Dus het werd zo, maar ik zei, pa, zie je, ik heb 3 keer geraakt en dat. En ik heb de opdracht voor jou. Jij moet in een snoepstring, alleen in een snoepstring, dus helemaal naakt, alleen de snoepstring om. Moet jij een rondje om het Sintelbaan rennen bij ons trainingsveld. En dat heeft hij gedaan. Dus ik had de snoep, daar werd gefilmd, de snoepstring gegeven. En zo'n grote neger, weet je wel, helemaal gespierd. En zo'n klein snoepstringetje ging je rondje rennen. En dat werd gefilmd. Dus mensen hebben er heel veel heel erg moeten lachen. Dus dat soort dingen. Ja, toen ben je net naar Borussia Mönchengladbach gegaan. Ja. Met voor 1,7 miljoen overgenomen door de Borussia Mönchengladbach van Roda. Dat had een contract in 2012, maar die heb je niet helemaal uitgediend. Nee. Ik ben daar gewoon heel goed weggegaan eigenlijk. Frontsec, daar kon ik het heel goed mee vinden juist. En dat was het bijzondere. Ik kwam alleen op de bank terecht op een gegeven moment. En dat had ermee te maken dat wij verloren op een gegeven moment 4 keer achter elkaar. En toen moest ik bij de trainer komen met nog een speler. En Duitsland is het land van de statistieken. Dus die doen alles, die volgen alles. Hoeveel meter je hebt gelopen, hoeveel kilometer je hebt gelopen, hoeveel foute passes, hoeveel duels je hebt gewonnen. En daar kwam, dus ik zat in zijn kantoortje, hij zegt, ja Marcel, ik had het ook niet verwacht, zei hij. Want mijn idee op het middenveld ben jij juist een beetje de gangmaker, een beetje de drijvende kracht. Alleen uit de statistieken is gebleken dat jij de minste zweikämpfe, de minste duels wint. En er zat nog een speler bij en er werd ook iets over gezegd. We gaan jullie uit de basis halen. En er komen 2 andere spelers in. En dan heb je dan met niks te zeggen. Die wedstrijd erop verloren ze nog steeds. Alleen ze speelden best wel goed, moeten ze zich eerlijk toegeven. En die wedstrijd daarna wonnen ze. En toen speelden ze gelijk en toen wonnen ze weer. En ik zat dus op de bank heel tijd. En dan weet je, als ze dan even punten worden gehaald, dan kom je even niet meer aan de bak. En dat was eigenlijk het begin. Van een moeilijke periode voor mij. Want je moet wel overal mee naartoe reizen met vliegtuig, hotel in, hotel uit. Speelt niet. Je moet dan wel na de wedstrijd de dag erop serieus hard trainen. Om toch die prikkel te geven. Want ze willen elke speler een prikkel, 1 echte prikkel geven per week. En zo toen ben ik een beetje wisselspeler geworden. En toen zei Frontsec op een gegeven moment van nou Marcel. Ik kan prima vinden met jou en dat, ik kon ook echt prima met hem. Hij zei, maar ja, het is zonde als jij hier gewoon als wisselspeler op die leeftijd, 30 jaar was ik toen geloof ik, 29 of 30, op die leeftijd hier als wisselspeler blijft fungeren. Ja. Je mag verhuurd worden als je een club kunt vinden. Nou, toen was ik bijna rond met Polonia Warschau, een Poolse club dus, waar Theo Bos trainer was, die is helaas overleden. Nederlandse trainer. En was ik bijna mee rond. En 2 dagen voor het sluiten van de transferwindow in januari belde Feyenoord. En toen hoef ik niet lang na te denken. Ik heb best wel wat met Rotterdam. En een mooie club, grote club. En ben blij dat ik dat gedaan heb, anders had ik in Polen gezeten. Maar dus ik heb absoluut met Frontsec geen problemen, nee. Je was bij Feyenoord en toen ben je uiteindelijk einde de huurperiode terug bij je Borussia Mönchengladbach. Ja, maar die zeiden van, nou ja, juist, we kunnen beter het contract om binnen, want je komt niet meer voor in de plannen. En dat gebeurt dan. Ja, en toen ben je dat nog transfervrij overgestapt naar VVV Venlo. Ja. Daar heb je al 4 seizoenen eerder gevoetbald. Ja. Dus achteraf, vertrouwd, of, achteraf had ik dat niet moeten doen, maar spijt heb ik er niet van, omdat op dat moment denk je dat het de beste keuze is. Ja. Maar ik had het niet moeten doen achteraf. Feyenoord wilde mij ook nog een jaar contract geven. Dan zeg je, denk je van, ja, waarom ga je niet naar Feyenoord? Nou, Martin Vergeel was daar manager. Ik had Martin Vergeel bij Willem II meegemaakt, bij Roda, dat is de derde keer. En
Bij Roda was ik aanvoerder, dan was ik de grote man, zeg maar. Dus had ik een heel andere positie met hem te praten. Willem II was ik jeugdspeler, slechts bij het eerste kwam met praatje. Ja, ja. En nu bij Feyenoord had hij weer ook een positie van... Maar Marten Vergeel is altijd wel heel eerlijk geweest tegen mij. En dat waardeer ik enorm. Maar bij Feyenoord, hij zei, je mag nog een jaar blijven, want we zijn tevreden over je. Ik had een half seizoen gespeeld, met Verre Wijnaldum op middenveld, ging goed. Hij zei, maar je bent nu 30, Jordi Klaas gaan we halen van Excelsior. El Amadi komt terug uit het Verre Oosten. Wijnaldum en Verre zijn nog niet weg. Mokotjo kan op middenveld, de kans is groot dat je op de bank komt en misschien wel op de tribune. Ja. Maar je mag wel blijven, want we zijn best wel tevreden over je, je ligt goed in de groep. Je kunt een jaar tekenen, maar tegen een veel minder salaris als dat we nu betalen. Ik dacht van ja, wil ik nu al op de bank gaan zitten, 30 jaar, weer op de bank, omdat je bij Gladbach op hem. Nee, ik wil spelen. En toen kwam de voorzitter van VVV, Hai Berde, daar had ik een heel fijne band mee in mijn eerste periode bij VVV. En VVV had grootse plannen, ze wilden een aantal spelers halen en een nieuw stadion zouden komen. En ik kon voor 3 jaar tekenen. Tegen gewoon een heel goed salaris. Toen dacht ik van ja, nou, dan ga ik nog 3 jaar voetballen. En dan denk ik dat, dat het wel belletjes is. En VVV wilde het nieuwe stadion een soort evenementen gaan organiseren. En event manager, daar werd een beetje over gesproken. Ik vind het leuk om dingen te organiseren. En toen dacht ik van daar zei je van nou, als je dan hier komt voetballen, dan kunnen we wellicht gaan praten over dat je event manager wordt in ons nieuwe stadion. Ja. Ja, ja. En dat waren eigenlijk de plannen. Dat vond ik wel aantrekkelijk. Ja, want dat in les te lezen dat je dan ook ruzie kreeg met het lock-off. Dat je felle kritiek kreeg ook van fans en van alles en iedereen eigenlijk. En ja. Je hebt contract gehad in 2014, maar toen... Hebben ontbonden, ja. Ja, en daar heb ik nog steeds geen spijt van, absoluut niet. Omdat, wat ik al zei, ik kreeg woorden met een manager, of een geschil met een manager. En zij hebben toen naar buiten gebracht dat ik met een trainer ruzie had. En ik denk nog steeds... Omdat dat heel makkelijk is te zeggen, dat ik dan een makkelijk doelwit ben om te zeggen, bij Roda had hij ruzie met trainer, eventueel bij Duitsland ruzie met trainer, terwijl in Duitsland absoluut niet waar is. En dan is het heel makkelijk om mij weer als moeilijke jongen weg te zetten. En daarom was ik ook op een gegeven moment zo klaar met de voetballerij, want ik heb gewoon woorden gehad met de manager. En, die een beetje reden om jou... Ja, de reden, kijk, de reden was gewoon heel simpel. Ik verdien daar best wel goed geld. Ja. Alleen ik haalde mijn niveau niet. En mijn relatie was na 14 jaar over. Ja, dat werkt automatisch door op je voetbalprestatie. Ja, bij de meeste voetballers. Ik had ook te hoge verwachtingen. De spelers die werden beloofd om gehaald te worden, die werden niet gehaald. We speelden met 7 nationaliteiten, verschillende nationaliteiten in de basiself. Japanen, Nigerianen, weet ik het allemaal. En de enige waar ik echt dezelfde... Dus hetzelfde gedachte mee had op het veld, in de basis, was Brian Linzen. Ja. Hetzelfde die nu bij Vitesse zit. Ja. Jagen, passie laten zien, dit en dat. Nou, en dat ontbrak een beetje in het team. En ik had er gewoon wel, op een gegeven moment, wat ik al zei, ik presteerde ook ondermaats. Maar dan ben ik gewoon eerlijk tegen mij en dan zeg Marcel, je hebt een gigantisch salaris, we zijn niet tevreden over jou, maar ga niet in één keer... Proberen een soort irritatie te zoeken over dingen, daar geef ik dus die manager de schuld van. En dat heb ik ook gewoon eerlijk tegen hem gezegd. Want ik kreeg een lijstje van wat er dan fout was. Ik zei, als je nou gewoon eerlijk bent, dan zeg je gewoon van Marcel, je bent een dure speler. Je presteert niet goed voor ons. Ik zei, daar hou ik meer van. En dat leidde uiteindelijk tot gewoon ontbinding van mijn contract. En toen hebben zij dat in de krant gezet, heb ik zelfs nog iets moeten tekenen. Dat ik niet te veel over die situatie mocht zeggen. En dan achteraf, zij mogen dan wel van alles in de krant zitten. En daarom was ik een beetje klaar met de voorbeeld. Ja. Ja. Toen ben je nog wel naar Australië. Naar Melbourne, Australië. Ja, ik heb toen goed het nadenken, ga ik nu stoppen of niet. Maar wat ik al zei, de relatie met mijn vriendin was over. Toen dacht ik van, of toen belde mijn zakennemer, een Australische club heeft interesse. Die zoeken nog een middenvelder. Voor 10 wedstrijden. Bizar eigenlijk. Voor 10 wedstrijden naar Australië vliegen. Maar 10 wedstrijden is wel 10 weken. Zonder kinderen. Ik heb goed over nadenken. Ik moet het eigenlijk wel doen. Om ook even tot rust te komen. De privé situatie was niet optimaal. Dus ben ik erheen gevlogen. Melbourne Heart heette het toen. Nu heet het Melbourne City. Hele mooie tijd gekend. Voetballend ook niet met mijn niveau gehaald. En daar heb ik ook eens nadenken. Ja, moet ik niet onderhand gaan stoppen. Maar toen kwam ik terug en dacht, 32 jaar, mooie levenservaringen bij Australië.
Fysiek ben ik nog steeds. Ik denk als ik nu ga trainen dat ik nog steeds fysiek goed genoeg ben om Eredivisie te spelen. Maar alleen misschien de wil. Ik heb niet meer de passie, weet je wel. En daar moet ik het van hebben. Als ik dat niet heb, dus ik zou nou niet op geen wedstrijd meer mee kunnen spelen. Hoor. Alleen als ik die passie nog wel, dan wel. Maar toen kwam ik terug. Toen zijn mijn zaken in Eindhoven wil nog, die zoekt nog een middenvelder, zou je nog bij Eindhoven willen voetballen? Ik dacht, nou, misschien ben ik daar, kan ik een beetje afbouwen, toch in Brabant, eerste divisie, moet lukken. Dan krijg je een programma mee, loopprogramma, en dat moet je dan eigenlijk gaan doen, maar dat had ik niet gedaan. En ik reed de eerste training, of in Eindhoven de eerste training, en ik had eigenlijk helemaal geen zin. Ik dacht, wat ga ik nou doen, ga ik twee jaar weer iets doen wat ik eigenlijk helemaal niet wil. De passie was gewoon weg. Dus ik doe de kleedkamerdeur open en dan zag ik allemaal jongetjes van, ik noemde het toen jongetjes van 18, 19, 20 jaar. En ik was 32. Ja. En ik ken bijna niemand. En ik denk, is dit? Ja. Dus ik kreeg een brok in mijn keel. Echt letterlijk een brok. En vandaar dat je zegt dat je brok in je keel krijgt. Dat heb ik echt meegemaakt. Gewoon, ik kreeg het helemaal benauwd. Toen ben ik naar mijn auto gegaan. En ik was een klein kind zitten janken. En toen, ik denk, ik moet stoppen. Ik ga iets doen wat ik helemaal niet wil. Toen heb ik mijn zaakwaarnemer gebeld. Louis Laros. En die legde het uit. Hij zei, nou, als ik het zo hoor, dan moet je gewoon stoppen met voetballen. Hij zei, train één keer mee en ga het dan gelijk aangeven. Want dan hebben ze nog 6 weken de tijd om een andere speler te zoeken. Ja. De voorbereiding duurt 6 weken. Ja. En ik had nog niks getekend, maar wel mondeling akkoord. Het contract werd nog gemaakt. Ja, ja. Dus ik trainde één keer mee. Jean-Paul de Jong werd onze trainer, die van Utrecht, die Mr. Utrecht. En dat was ook een beetje mijn voorbeeld bij Utrecht. Dat vond ik echt een speler. Ik denk, daardoor was ik eigenlijk ook een beetje getekend bij Eindhoven. Ik denk, nou, dat is al een trainer naar mijn hart. En dus ik train mee en hij zegt na de training, Marcel, kom even in mijn kamer, wil even wat dingen doornemen. Nou, hij zat er, de manager zat er, de keepers trainer zaten, met 4 man zaten ze. Ja, ja. En ik zat hier en zei daar, en zo, Marcel wil het gelijk duidelijk maken, je wordt aanvoerder dit seizoen. Ik zei, ja, ik zit ermee. Ik zeg, en voordat ze verder ging, ik zeg, moet jullie onderbreken, ik stop met voetballen. En die manager begint te lachen, ik zeg, nee, ik meen het serieus, ik stop met voetballen. Je luistert en ik heb het heel verhaal verteld waarom. Dat ik vanaf mijn 13 heel groot talent was in Nederland, al 7 keer trainen per week, 7, 8 keer. Dat ik dingen meemaakte bij Rode SC, dan irritatie met trainen, dat bij VVV weer, dat ik weer word neergezet, dat ik een keer ruzie met een journalist, dat ik op een gegeven moment als moeilijke jongen neergezet word. En dat kan ik niet tegen, ik vind het een beetje onrecht. Ja. En ik was ook het reizen beu, en ik vond het niet meer leuk om tegen een bal aan te trappen, en ik leg het dus uit aan hun allemaal. En toen zeiden ze, nou, dat begrijpen we en we zijn heel blij dat je dat nu aangeeft. Want we hebben nog 6 weken de tijd om 2 andere spelers te halen. Want ik was toen dus, zeg maar, de grote jongen zeg maar, bij Eindhoven. Toen kreeg ik een handdruk mee. En toen moest ik dus eigenlijk, mijn contract werd ontbonden op papier. Terwijl ik nog niet mijn contract had getekend. Okay. Ik had mondeling akkoord en het werd schriftelijk ontbonden. Als je terugkijkt op je carrière, ben je dan tevreden toch wel? Ik ben redelijk tevreden. Zeker omdat ik op het randje heb gestaan om te stoppen. Ja. Ik heb van alles meegemaakt, vroeger het grootste talent van Nederland genoemd. Ja. Toen kon ik er weer niks van. Uiteindelijk toch nog best wel mooie clubs bereikt. Alles eruit gehaald? Nee, dat denk ik niet, want ik vond de derde helft ook wel erg leuk. toen ik in Duitsland voetbalde, had ik eigenlijk moeten gaan verhuizen met mijn gezin. Alleen mijn toenmalige vriendin wilde dat niet, met de kinderen. En voor een presteren op zo'n niveau in de Bundesliga of bij een Nederlandse topclub, dan moet je toch een beetje in de buurt wonen. Ik heb toen heel veel op en neer gaan reizen, 1 uur en 3 kwartier in de auto, weer terug en dan de volgende dag weer 2 keer trainen. Uiteindelijk is dat toch niet goed voor je arbeidsrustverhouding en voor je prestaties. Ja. Dus de derde helft soms moet je gewoon een barcootje laten staan, dus toevallig cola. Ik vond dat ook gewoon heel erg leuk. Ja, toen ben je op het idee gekomen om FC de Rebellen te starten. Van waar het idee? En heb je het alleen gestart? Of met het is mijn. Ik ben het alleen gaan starten. En het kwam eigenlijk een beetje door het programma van Johan Derksen. Je moet altijd lachen als je het kijkt, laat het zo zeggen. Maar als je heel zwart-wit bekijkt, dan maken ze heel veel grappen over de rug van iemand anders. Over Louis van Gaal, over Martin Vergeel, over Ron Jans, over Manu Lef, over Art van Peppe. Weet ik het wie ze allemaal noemen. En ik ben ook een paar keer de slijk gehaald. En toen dacht ik, dat kan ook anders. En als je die boeken zag, Wim Kieft en die van de meiden, van de Gijp, al die boeken die er liggen, die verkopen wel goed. En,
Toen dacht ik van, wat is het geheim daarachter? Nou, als je dan kijkt, Kieft praat over zichzelf, wat hij fout gedaan heeft. Van de meiden, ze steken een beetje de draak met zichzelf, van de grijp. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen. En toen dacht ik, dat zijn wel rebelse figuren, hebben rebels gedrag vertoond, weet je. Als je die nou eens samenvoegt, dat je daartegen kunt voetballen, maar ook amusement samen te kunt hebben, lezingen van dat soort mensen. En hoe noem je die mensen dan? De Rebellen, FC De Rebellen. Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Toen ben ik een ploegje gaan vormen met John de Wolf, Glenn Helder, Andy van der Meijden. Het concept uitgelegd. Ik zei, nou, zou je dan een keertje mee willen voetballen van een club en een avond wil verhalen vertellen? Ik zei, mag ik daar je foto voor gebruiken of je afbeelding? Ja, is goed, zeiden ze. En toen kwam al vrij snel de eerste boeking, zeg maar. Dat was een wedstrijd in Budel. En daarna kwam al gelijk een amusementsavond. Zo is het een beetje gaan groeien. Ook een beetje van dat event waar je het leuk vond. Ja, leuk om dingen te organiseren, evenementen. En zo is het eigenlijk gegaan. Ja. En het is natuurlijk best wel snel uitgegroeid tot een groot succes. Ja. Wat denk jij zelf dat daar dan de reden van is? Nou, ook omdat mensen het leuk vinden om een stukje zelfspot te horen. Nou, als wij een avond hebben met een Andy van der Meijden bijvoorbeeld, dan hoor je heel veel dingen die hij fout gedaan heeft. Ja. En wij zeiken, wij praten ook wel eens over andere voetballers natuurlijk, maar nooit echt met de bedoeling om ze helemaal voor joker te zetten. Ja. En mensen krijgen bij ons dingen te horen die ze eigenlijk niet wisten uit de voetballerij. Ja. En die vond mij daar in tijd bij Inter Milan, wat hij daar met Materazzi meemaakte. Glenn Helder over zijn stuk periode in de gevangenis. Heeft bij Arsenal bijvoorbeeld met Dennis Bergkamp. Royce en Drenthe, die over Ronaldo praat. Ze hebben er best wel een flink aantal. Wim Kieft, ook heel interessante verhalen heeft. Niet alleen over zijn verslaving, maar ook over zijn verpechte periode als voetballer. Ja. Maar wat gebeurt er in zo'n kleedkamer? De salarissen, dat soort dingen. Dus ja, wel heel interessant. Maar probeer het zoveel mogelijk met een stukje humor te brengen. Was dan met FC De Rebellen het mooiste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Het mooiste? Nou ja, we hebben een keer in Nederland een wedstrijd gehad in Klazinaveen. Er waren 1500 supporters. Die waren heel dorp was uitgelopen met vuurwerk en dingen. Ja. Echt super wedstrijd. En daarna zijn we heel lang blijven hangen en we zijn zo lang blijven hangen dat ik samen met René van Dieren, dat we konden niet meer rijden, jongen. We waren helemaal lazers. Dus we zijn 100 meter verderop, 200 meter zal het zijn. Bij de McDonald's zijn we op de carpool gaan slapen. Dan denken we, als we nou naar huis rijden, dat is niet best, dan rijden we ook wel tegenaan. En zijn we gaan slapen. En toen we wakker werden, zijn we naar huis gereden.